We blijven in het noorden van het land en gaan naar de plaats Bijlen op de A28. Boudy en Geert rijden over een weg waar de snelheid duidelijk is. Staan worden met 90. Gewoon 90 en nieuw wegdek. Ik denk dat er zo wordt opgehouden. Maar... De Renault blijft stevig doorrijden. De snelheid van de meting komt uit op... 47. Einde 90. Die gaat eraf. Zo, kijk dan hoe die aandrijf opneemt. Mooi binnenbochtje. En dan komt de ambulance dienst. Hij dan ligt gewoon een nieuw wegdek, staan borden. Ja. Okay, het is niet aan hem volgens mij om daar wat van te vinden. Ja. Dan moeten we het invorderen. Het is gewoon zo'n lijst staan. Dan zit hij weer op 90. Niet naar mijn bouwde kom. Ja. We zien ook hoe die rijdt, joh. Ja, dit is wel een pittig bochtje. Dit is een binnenbochtje. Noodgedwongen. Anders maar een einde maken. Ja. Even op voor aandrukken. Het stopteken voor gaat aan. Goedemiddag. Goedemiddag. Verkeerspolitie. Ja. Geert Kooistra is mijn naam. Hoi. Heeft u uw rijbewijs bij zich? Ja, die heb ik. Wou ik graag even zien. Sterker nog, dat ga ik invorderen. Aan de meting. Vanwege de snelheid, ja. Ah. Ja. We hebben er beelden van, we willen je ook even laten zien waarom. Hey. Hoi. Boudy. Ja, je hebt veel te hard gereden. Ik weet je wat het is? Ik had, wat is het? Ik kom van mijn werk. Ik had een lekke band. Ik heb de band verwisseld en ik wou nog snel even naar de garage toe. Oké, okay, ja. Dat je dat snel wou, dat was duidelijk. Ja. Mijn collega heeft gezegd wat de gevolgen zijn of niet? Ik moet even inbreken. Mag ik het rijbewijs? Ja, en dan hebben we het over de A28 waar je... Ja, over het nieuwe stuk wegdek rijdt. Ja, en daarna dan blijkt uit alles dat je haast hebt, zeg maar. Ja. Ja, nee, ik snap het helemaal. Je rijdt behoorlijk sportief, moet ik zeggen. Ja. Dit ben jij. Ja. Kijk, hier staat 90, zeg hem. Die staat daar ook. Aan de andere kant staan hier werkzaamheden. Okay. Kijk, hier ligt allemaal een nieuw wegdek. Ach. En daarom hebben ze die snelheid op 90 gelaten, omdat er een slijtlaag op ligt. Waardoor jouw remweg langer wordt. Ja, ik schuldig en er ook. Staat dan een autootje bij, hè, met een slipspoor. Nou, dat heeft dan te maken met wat ik net zei, met dat wegdek. Ja. Ik rijd heel sportief ook door Bijlen heen en zo. Ja, ja, absoluut. Ja, ik wilde gewoon zo snel mogelijk naar de garage. Ik denk 4:30, dat kan misschien nog net, weet je wel. Ja. Het kan net, zeggen we dan in Friesland. En dat betekent dan dat het niet kan. Hier, deze druk je gewoon van de weg af. Ja, vallen niet goed te praten. Niet doen, dit moet je vooral niet doen. 147, ja, je ziet hem staan. Ja, en dat betekent dan gewoon 57 te hard. Gaat dan wel een correctie af. Ja, en dan de manier van uitvoeren op de A28 ook, hè. Is het levensgevaarlijk? Nee. Verdient het de schoonheidsprijs? Nee, ook niet. Maar doordat je zo hard die afrit neemt, je ziet op een gegeven moment jouw achterwielen, die breken wat uit. Dat komt ook door die reserveband. Die is voor mij ook wat groter of iets dergelijks. Of dat er wat minder lucht in zit, ik weet het niet. Maar hij had een compleet ander weggedrag inderdaad dan... Maar het ligt alsnog aan mezelf. En wat moet je dan doen? Ja. Moet je dan gas geven of moet je voorzichtiger rijden? Nee, precies, je weet het antwoord wel. Ja. En dan volgens mij zitten we nog een paar keer op 80 in een bebouwde kom. Dat is ook 30 te snel. Het hele plaatje, maar volgens mij kan ik wel ophouden. Dat jullie klaar zijn. Ja, ik rond het net af. Wat mij betreft. Ik weet niet of jij nog iets hebt aan de hand van de beelden of zo. Nee, aan de hand van de beelden niet. Ik begin even met het ontvangstbewijs. Dit is een ontvangstbewijs, dat is voor u. Daar staat even op dat ik uw rijbewijs heb ingevorderd. Over uw auto en in combinatie met de beelden zitten een aantal bochten tussen waarvan wij denken van nou, waarom op die manier en dan ook nog met winterbanden eronder. Met deze temperatuur niet handig. Ja, en je reserveband, hij is op weg naar de garagezaak om die reserveband te laten vervangen. Ik zou ze allemaal laten vervangen. Allee. Oké, okay, nou. Nou, sterkte ermee. Ja, okay. Het zou je zo leuker kunnen we niet maken nu. Nee. Nou. Voorzichtig aan. De officier van justitie heeft besloten zijn rijbewijs 2 maanden in te houden en hem een boete opgelegd van €790.